Je hoeft niet goed te kijken om het plezier van het heen en weer te zien. Wie wordt er nou niet vrolijk van? In Volendam is het heen en weer dé heen en weer geworden. Het is de botter waarop de spelers van FC Volendam door het dorp gaan als ze gehuldigd worden na weer een promotie naar de Eredivisie. Je zou kunnen zeggen dat het verhaal van de heen en weer begint in het seizoen 1958-1959. Dan trekt het kleine Volendam, spelend op het op één na hoogste niveau, de aandacht van heel Nederland met verrassend goed voetbal. Maar jij bent er zeker nooit mee geweest met die dagen? Nee. Nee. Hoi. Hey. Goeiedag. Het was een geweldige dagen, man. Die mooie dagen, dat het je kampioen duurde, dat was natuurlijk schitterend. Dat was niet te geloven. Nou, jongens. Het gaat een beetje moeilijk, maar het lukt. Ik speelde in eerste instantie rechts buiten, Johan rechts binnen. En we wisselden ook wel eens een keer. Dan ik weer binnen en Johan buiten. Maar dat liep. Het ging prima. Ja. Prima, ja. Ja. In Volendam was het religie. Ja. Ja, dat gelijk. Het indert niet waar je kwam. Ze begonnen over voetbal. Ja. Voetbal was alles in het dorp. Als wij over straat liepen en er kwamen mensen tegen, dan zei Henk van de Knoest, zaliger, dan zei hij: als jullie godverzussen zo van het weekend niet winnen, nou, dan zei je wat mijn leven als ik je tegenkom. Zo, met dat vingertje op de Julianenweg. En iedereen hield Jan op straat. Ja. Je was gewoon bezit eigenlijk van de toeschouwers. Al gingen ze niet heen, dan vroegen ze toch hoeveel hebben jullie gespeeld, weet je? Ja. Het was niet zomaar een spelletje. Ja, meneer Muren, de voorzitter van dit ogenblik. Hmm. Wij zijn dus naar Volendam gekomen om te vragen hoe u dat eigenlijk klaarspeelt. Wij weten dat er in Volendam ongeveer 9.500 mensen wonen. En we vragen ons af hoe het nou in hemelsnaam mogelijk is dat u uit zo'n betrekkelijk gering aantal mensen zo'n groot aantal sterke voetballers naar voren kunt halen. Kijk, wij beschikken gelukkig over een enorme jeugd. En die jeugd die kan voetballen, zonder meer. En dan worden ze bij ons nog eens extra geselecteerd en samengesteld in de jeugdelftallen. En nu vraag ik me af, heeft u een bepaald krachtig element in uw elftal? Wat is de grote kracht van uw elftal? Nou, de grote kracht van ons elftal is momenteel dat ze zeer technisch geschoold zijn. We hebben er momenteel 9 gespeeld en 9 gewonnen. Dus dat is uitermate goed. Ja, dat kan niemand doen. We houden onze ogen gericht op de Eredivisie. Uitstekend. Voor het dorp betekende dat heel veel natuurlijk. Ja. Want het gebeurde niet veel dat er zo'n ploegie. Een dorpsploeg? Ja allemaal Volendams. Ik had wel de techniek. En dat had Johan ook. En dat had Arme Veerman. Dat was ook een hele knappe voetballer. Die had ook goede techniek. Ik had er 8 meegedaan en in de 9e wedstrijd brak ik mijn been. Dat was bij Wageningen uit. En ik meen dat het minuut of 25, na 25 minuten speel of zo. Johan gooide een bal in, ik vergeet het nooit, een ingooi. En ik zou hem wegspelen en toen werd ik van achteren gepakt. En toen brak ik kuit en scheenbeen. Hallo. De opmerkelijke naam Filip Stankovic, 19 jaar gehuurd van Inter, de zoon van Dejan inderdaad. I grew up with Inter. I can say it's in my blood because my father played there. I grew up there. I did all the youth academy until the first team. And I had the chance to win the league with I didn't play, but I was involved with the first team. And it was one of the very special moment for me also winning with Inter, but it's different because I didn't play and I didn't feel that part of the team, but I'm a huge fan of Inter, so I was happy like a fan. Maybe.
To be honest, when I was little, I used to play like a striker. And my brother was a keeper. And then one day, he asked me if I wanted to change with him. And yeah, we changed. And from that day, I stayed on goal. And he became a player and I became a keeper. Goed, Derry. Buitenkant minder belangrijk. Kijk over je schouder. Tijd. Goed. Good ball. Bravo. I was enjoying it. Also throwing myself. I find it like something strange for like football. Like to have gloves and I can touch the ball with my hands. The other cannot. I have a different t-shirt. I need to be inside my area. So it's a bit. It was a bit strange for me and I liked it. And I enjoyed it from the first day. Play on. I think a keeper is the one with the most responsibility in a team for the whole game because we can't make one mistake because then it's goal. And I also like this part of being a keeper, that we're very responsible in a game. Yeah, and I think it's my character. I'm still growing. It's why I came also here in Volendam, to make a big step for myself, not only as a keeper, also as a person. Dit was mijn ouderlijk huis, ja. Daar liggen wel mijn roots. Dat voel ik ook. Als ik hier ben, dan voel ik die energie. Dat vind ik mooi. Ja, dat is een bepaald iets wat ik bij me draag. Dat ik hier soms, als ik nog wel eens een fietstochtje maak, dan moet ik hier soms. Dan rijd ik niet daar langs, dan ga ik toch binnendoor. Wil ik hier even langs of soms even over dat pleintje heen. Ja, dat is ook iets voor mij. Dit was mijn kamer hierboven, met mijn broer. Er liggen zoveel stappen van mezelf en van anderen op dat plein. Ja, nou ja, hierachter moet het even door de steeg, dan lopen we zo het plein op. Dus het is... daar is het. Hier zat vroeger zelfs een raam. Kun je ook nog zien, hè? Die hebben ze dichtgemaakt. Wat je altijd mensen die gingen dan kijken in je huis, weet je. Als ze dronken waren helemaal, dan gingen ze in je ramen slaan. Ja. Ja, hier kon je wel een balletje trappen, hè. Maar wat me wel opvalt is dat lag er niet vroeger. Vroeger was er geen onkruid. Had geen tijd om te groeien. Nee. Kijk, deze is nog van vroeger. Maar die muur is ertussen gezet, hè? Dus dat was een hele goal. En ik gebruikte zelf al deze muur van mijn moeder, natuurlijk. Wij woonden hier. Dan speelde ik een bal tegen deze muur en kreeg de bal terug. En dan één aanname en dan moest ik scoren in een goal. Ja, zo leerde je allerlei technische dingen. En mikken, vooral mikken. Binnenkant voet, vreeftrap. Wim Jonk, geboren en getogen Volendammer nota bene, is de enige die zowel als speler als trainer op de heen en weer zat. Sterker nog, hij maakte de heen en weer in wel vier hoedanigheden mee. Als speler, als trainer, als bestuurslid en als toeschouwer. Ja, dat is een mooie cirkel, toch? Op 3 mei 1959 gebeurt het onwaarschijnlijke. Volendam promoveert voor het eerst naar de Eredivisie. In Brunssum wordt de kampioenswedstrijd tegen Limburgia met 4-1 gewonnen. 4-1, ja. In de uitwedstrijd. Dat is natuurlijk hartstikke knap. Het hele dorp was denk ik wel trots dat het gebeurd is. Ik denk dat wij te jong waren om, om dat te beseffen. Ja, ik denk het ook. Ja. Wij gingen met de trein vanuit Limburg naar Amsterdam. En daar hadden we gereserveerde coupés. En de vrouwen mochten ook mee. Die waren daar ook naartoe geweest. En met de trein terug. Toen moest de trein die heeft een stop gemaakt en toen is er bier ingeslagen. Dat was op. Ik dacht, dat het in Eindhoven was dat we... Dus, dat klopt. En toen we op Volendam kwamen, toen wisten we niet wat ons overkwam. Want ik had mijn been gebroken, dus ik
voetbalde nog niet, maar ik was wel mee. En toen allemaal op de botter. En dat was iets dat... Het geweldigste. Dat was ongelooflijk. Met de botter door Volendam, weet je, over de dijk en dan... Ja. Alle spelers, alle mensen die er mee te maken hadden. Ja, ja. Van wat er hier in het dorp plaats zou vinden, dat geen idee. We wisten niet waar wij op terecht zouden komen. Vanaf het voetbalveld gingen we een klein stukje door de sportlaan rechtsaf de Julianenweg. En dan op het eind van de Julianenweg. Dan kan je dus naar boven, dan gingen we naar boven toe, het zuideinde, haven, hier langs. En het was vanaf het voetbalveld totdat we weer terugkwamen, mensen zei. We konden er bijna niet doorheen komen met de botter. En iedereen sprong erop. Ja, ja. En dan pakten ze... Allemaal handen geven. Handen geven, ja. En dan en op je schouder kloppen en sprongen ze er weer af. Dat vergeet je nooit. Nee, dat vergeet je niet, die dingen. Nee. Zoiets hadden we nog nooit gezien. Dat was prachtig. Allermooist. De heen en weer is geboren. Maar ook weer niet. Want de naam heen en weer zie je nergens. En kent nog niemand. Dat was gewoon een bottertje. Die had geen naam nog. Die naam die kwam later. Changing from Milan, going in another country, another language, another culture, everything was a big step for me. I was 19 years old when I came here. And from the first day I said to myself that I need to change completely my life. There's not anymore my mom or my dad or my brothers. It's only myself. Coming from Milan, big skyscrapers, the metro, a city that's always a mess. And coming to Volendam, that was completely different. The first 6 months, let's say, it was difficult. I missed home, my friends, my parents, maybe the weather. So I got a house in Amsterdam, an apartment. Then my girlfriend also came with me and she also helped me a lot. It is important for me, feeling safe or feeling home. De kans voor Eindhoven. Ja, van richting veranderd en dan wordt het lastig. Mirani zat daar nog tussen. Dat doet hij goed, die doelman. We started the season. We started playing 2-2 against Eindhoven. And then there was the first game home. It was my debut home with the fans and everyone. And after, I think, 10 minutes, I got a red card and I got injured. Breinburg, een meer ervaren man op het middenveld. Een goede, wat doet die keeper daar? Stankovic, en die houdt nog even vast. Hé, hey, ja, dat moet wel ingegrepen worden bij Stankovic. En wat gaat hij krijgen? Want die moet eraf, denk ik. Ja, zo is het wel. Stankovic timed volkomen verkeerd. De keeper die het vorige week zo uitstekend deed, er is niks aan de hand. Ja, die moet hem gewoon hebben. En dan houdt hij even Katic tegen. En ja, dat is een doorgebroken speler. So it started in the worst way for me. I was so sad. Then I had to go to Inter, to Milan, to do some treatments because I had a big problem with my knee. So I was 1 month, maybe two, I don't remember good. 1 month stopped. I was back in Milan doing treatments. But then when I came back, that was the moment I told myself I had to give not 100%, but 120% of myself. Because I missed the first games that were very important, and from there it started going very good for me and for the team. Je kunt zeggen dat de heen en weer al in 1952 geboren wordt. Dan wordt Volendam kampioen van de tweede klasse. De promotie wordt gevierd op een gloednieuwe brandweerwagen. Prachtig, maar wel erg krap. Het team past er eigenlijk niet op. Zo wordt die te kleine brandweerwagen in 1952 al aanleiding om promoties voortaan anders te vieren. Op een botter bijvoorbeeld. Dat past ook beter bij het vissersdorp Volendam. Vaak mocht ik meedoen met mijn broers, die zijn wat ouder. Hadden ze een mannetje tekort en dan mocht ik meespelen. Ja, dat vormt je wel. Want dan kreeg je natuurlijk af en toe een beuk. Dat vond je niet leuk, maar dat geeft wel wat je later nodig hebt. Ik speelde voor mijn gulden, leven en dood. Tot de 20 goals. Dat kon wel 3 uur duren, maar
tot leven en dood. 1 gulden. En dan hadden we daar bij die droogpaal, daar hing dan een grote lamp in. Daar woonde familie Kemper. Ja, die had er wel altijd van die oude spullen. Die heeft trouwens ook in het eerste gespeeld, die Jack Kemper. Maar die had ook een oude lichtmast hoor. En hier vaak, bij ons of daar, dat het goed belicht was. Dus dan konden we onze eigen Champions League spelen. Daar hadden we bouwlampen voor. Ja, dit was het stadion. Ja, dit was voor mij mijn stadion, maar voor heel veel. Heel veel jongens hebben hier hun eerste voetbalstappen gezet hoor, zeker weten. Dat ik hier voetbalde, had ik maar 1 droom en dat was daar voetballen, in dat stadion. Want daar ging je altijd al met je vader naartoe of met vrienden. Dat was jouw, je droom van nou, ik wil in dat stadion ooit in Volendam 1. Dat elk jong jochie wilde gewoon het eerste elftal halen. Dat is toch een bepaalde mijlpaal die je kan zetten. Ja, dus dat, die roots liggen hier, maar je wilde daarheen. Dat was landelijk, voor de mensen buiten het dorp was dat eigenlijk onbegrijpelijk dat er een klein dorpje, want toen waren de inwonersaantallen natuurlijk ook heel laag, dat die in de Eredivisie speelden. Het elftal van Volendam, dat geen enkele speler van een andere club kocht, maakte zijn debuut in de Eredivisie met de wedstrijd tegen DWS uit Amsterdam. Tot volle tevredenheid van de Volendamse meerderheid der 17.000 kijkers won Volendam de eerste Eredivisie-match met 3-1. Het debuut in de Eredivisie in 1959 begint mooi. Het lukt Volendam alleen niet om erin te blijven. Die Eredivisie, die clubs bestonden toen ook al uit een mengeling van spelers er en der vandaan. Hè? En wij deden het alleen met dorpsgenoten. Dus je kwam tegen sterkere ploegen te spelen. En dat waarschijnlijk veel te hoog gegrepen. Wij hadden ook een relatief jonge ploeg. Ja. Sjachisjan zat je naar beneden. En dan moest je maar terug zien te knokken en dat lukte vaak niet. Gerry Stroker was de trainer toen we promoveerden. Is hij nog een jaar geweest en toen kwam Bram Appel. En Bram was een heel andere trainer dan Gerry Stroker. Bram die haalde ons bij elkaar en toen zei hij... voetballen kan ik jullie niet meer leren. Maar 1 ding wel, en dat is conditie. Want jullie beheersen de bal, want anders stond je niet in de eerste elftal. Hij zegt, maar ik hoor. Zal jullie conditie bijbrengen. Nou, dat hebben we geweten. Toen was je conditioneel veel sterker en je was ook wat ouder. Hè? Op Velanas. Velanas kan uithalen en een hele goede redding. En dus verliest NAC en is Volendam opnieuw de trotse koploper op het 1 na hoogste niveau van Nederland. I think the best solution for everything, in my opinion, is winning. So when you start winning, everything starts going good. People feel good, players feel good, the fans are happy. You can see also every game the fans were, you know, at the beginning they weren't there, so we were alone, and I think the thing that got us clicking was the team, because we had a very good team spirit, and on the field everyone fighted for each other, and I think that brought us to maybe some games that it was equal, like I remember Ado Den Haag, we were down, losing, and then in the 95th minute we scored. Hier is Deul voor ongetwijfeld de laatste aanval van deze wedstrijd, van Michum. Nog een keertje. Oh, dat is hem! Dat is hem gewoon! Wat een wending! En zo eindigt deze wedstrijd spectaculair. From that game we had to promote. We knew that
it was the only chance we had to win the next four games, and it was one of a good moment that I think that clicked also inside me that we can do it. It's close, because if we lost that game, I think we were inside, were destroyed, and we were very sad. But that goal of Damon Mirani, I think it was a special moment. I think. Al ging het door het voetbaljaar heen met de horten en stoten. Ze staan er maar wel op plaats 2 om het heilige doel. Promotie naar de Eredivisie na 13 jaar afwezigheid. Vanavond moet het afgemaakt worden tegen Den Bosch. Er is genoeg gezegd, nou moeten we hier op dit veld even. Gewoon met z'n allen. Iedereen weet dat hij moet doen. Met elkaar. Samen. Vol gas. Together. That's it. Come on, boys. The love I feel from the fans was something incredible, and I think I will never feel it again. I love when they sing also for me. It's a big emotion for me. My mom, when she came at the stadium, she nearly started crying when she saw like maybe grown people singing my name. It was a special moment. Was je natuurlijk 11, 12 of 10, 11 jaar oud. Je zag daar die hele, die heen en weer aankomen. Ze kwamen natuurlijk vanaf het stadion helemaal de dijk over. En dan kwam het hier, gingen ze naar beneden bij het Gat van Nederland. Ja, dus dan had je een mooi overzicht. Ik hou van overzicht, dus daarom stond ik hier. Het is vooral de menigte, weet je. Die plaatjes, die vergeet je niet. Dat zit gewoon gegrift, want al die balkonnen stonden allemaal vol en op die kroegen stond alles vol met mensen. Er zijn prachtige foto's van, dat mensen daar op die luifel staan, allemaal levensgevaarlijk, maar ook hier op die praathuisjes en dat is dat alles was vol met mensen. Nou, op dat moment wakkert wel iets aan bij van dit wil ik meemaken, dit zou ik graag zelf willen als jong jochie van toen dat ik hier stond. Ja, is dat iets van hey, stadion spelen en dan dit meemaken, dat is toch wat je dan als jonge jongen droomt. En later krijgen we nieuwe dromen van een mooie andere club of het andere oranje shirt. Maar het begint wel bij deze droom. Het was iets van het dorp en dat je natuurlijk, dat krijg je mee met de paplepel ingegoten. Van dat, ja, dat hoort bij Volendam, voetbal. En het liefst op het allerhoogste niveau, met een klein dorp. Ja, dat is al uniek. Dus als we het dan weer voor elkaar kregen, ja, dan was iedereen, werd daarin meegezogen, ook al was je heel jong. En dat maakt het unieke eraan. Came from this huge orange smoke, and then we came up here, and it was completely crazy and full of people. I was thinking all the day, what is going on? Op dat moment had je geen besef van, toen we degradeerden, dat kan weer lukken. Nee, maar het is toch gelukt toen. Dat was juist het leuke. De ene moment zat je zak in as en het jaar erop, dan was het weer Hosanna. Zo doen, dan is het dan de heen en weer. Precies wat je nu zegt, heen en weer.
En toch weer terug. En dan gaat er iets borrelen in het creatieve brein van clubman P. Muren. De stadionspeaker en PR-man ziet zijn Volendam heen en weer heen naar de Eredivisie gaan. Het doet hem denken aan de veerpont in Amsterdam van rederij Bergman, die de mensen over het ei brengt. Dus zet Muren in 1961, al bij de tweede promotie naar de Eredivisie, heen en weer op de botter. Het is de eigen veerdienst Volendam Eredivisie. En in zekere zin de eerste echte heen en weer. Ja, dan gingen we 3 uur af. Ja, wel. Dan gingen 3 uur af. En dan zo naar links af en dan meteen rechts. En dan moesten we proberen naar beneden te komen. Ja, ja, er was dat echt geen raad. Stond vol met mensen. Vol. Helemaal vol. Helemaal vol. Je kon er niet door. Ja. Het dorp was zo trots als wat. Spelervatting van Ahanach. Oeh, die verrast daar bijna de doelman in de korte hoek. Uiteindelijk nog attent keeperswerk van Stankovic. The last game against Den Bosch was something that started the night before. I already had 200 games in my head. How should it go? How should I save? How should I pass? I made too many films in my mind and I didn't need the warming up. When I came in the pitch, I was already ready to play 200 minutes, not 90. It was one of the craziest games I played in my life. Van Michem. Bal is lang onderweg. Van der Steen zat het helemaal verkeerd in. En dan staat Volendam met 1-0 voor. Flint. Werken. Krijgt hem voor de goal en Muren drukt af. Zo is het 2-0. En komt Volendam al in de eerste helft heel dicht bij promotie. We started very, very good. Had also a couple of good saves. We were up 2-0. And then slowly in the second half we started maybe losing energy, or maybe it was the first time everyone was playing for something this important. And we started to come back and try to defend. Dit is een schitterende paas. Nu de langste binnenschuiven. Dan is het weer spannend. In Den Bosch 2-1. Wat een goede goal. And I remember the fans of Den Bosch started throwing things on the field. And the game was interrupted for 10 minutes. Wordt weer van alles op het veld gegooid. Dus de scheidsrechter is het even zat. En gaat naar de kleedkamer. So we came back. And then we're like 10 minutes until the end. And those 10 minutes were the longest in my life. Seintje nogal nadrukkelijk vastgehouden. Voordeel afgewacht is er niet. Ruzie. Meer gedoe. Nog een opstootje. En dan loopt het toch nog uit de hand ook op het veld. Stormen de dugouts nu leeg. Wat een puinhoop nog in de slotfase van deze lang vermakelijke voetbalavond. But when I saw the referee blow the whistle for the end of it, there's an image you can see. I was on the last one. I was a goalkeeper here, and I was the first one arriving under the fans. I sprint under the fans with my hands like this, and yeah, from there it was only happy moments from there. Ahanach met de vrije schop. Bal verlengd door Maguire. Komt nog een corner? Nee, die corner komt er niet meer, want Volendam is er. Volendam is terug in de Eredivisie. Zwaar, zwaar, zwaar bevochten. Op een grimmige avond in de Vliert. Maar Volendam, na 13 jaar terug op het allerhoogste niveau. En dit is de ontlading. Eindelijk, eindelijk, eindelijk zijn zij weer terug waar ze willen zijn. De 10e promotie in de clubgeschiedenis. Zwaar bevochten met ups en downs. En wat dat betreft was dit een wedstrijd die eigenlijk wel een symbool stond voor het seizoen van FC Volendam. Congratulations! Who are you FaceTiming? Father. He's very happy. Thank you. Your family? Yeah, my family. So, can you believe this? No. I believe it because we are a good team and we deserve this. I'm very happy. It's a wonderful moment to me. I don't have words. I don't have words. I'm so happy. Ik was 19 of 20, kwam ik pas bij het eerste. Dus
sprong er wel bovenuit, zeker. En al op jonge leeftijd ging ik al vrij snel naar hogere teams. Maar dat je natuurlijk later bij de A1 en volwassen voetbal, ja, kwam ik ook met mijn fysiek. Ik was natuurlijk niet supersterk. We zijn met een heel klein ploegje begonnen. Maar dan vind je toch weer in de jeugd van Volendam vind je spelers die dat toch in zich hebben weer. Combinatievermogen is groot. We hebben alle plaatsen goed kunnen bezetten in het veld. Het was 6'87. Andere trainer kwam er, want Brouwer die ging het zelf doen. Want die was ook een soort technisch directeur en die ging ook het trainerschap oppakken. En toen ging het, wat je vaak hebt, op een gegeven moment gaan veel spelers tegelijk stoppen. Of gaan naar andere clubs, en dat was toen ook. En toen kwam er ruimte voor heel veel nieuwe aanwas. Ook, denk ik, waarschijnlijk een stukje noodgedwongen, financieel. En dat gaf de club denk ik ook net wat kansen ook weer van, nou ja, we gaan met jonge jongens aan de slag en kijken wel wat het wordt. En maar wij gingen wel verrassen. En dat maakt het dan wel weer erg bijzonder. Goede balcontrole, Duif. Scoorde vorige week 2 maal tegen Eindhoven. Dit oogt ook niet slecht. Ingeschoten, goal! Uitstekende goal. Prima zelfs van Willem Jong. Jong ziet effect aan die bal, daarom krijgt hij weer terug, ja. Was niet zijn bedoeling. En dan dit schot en een goal. 21ste goal van Jong. Ik scoorde makkelijk als aanvallende middenvelder. Ik werd topscoorder en we hadden gewoon een leuke ploeg die met heel wisselend spel. Soms konden we ook heel slecht voetballen. Maar we hadden wel altijd mensen die een goal konden maken. En daar was ik er ook een van. Ook Steve van Dorpel of Gert-Jan Duif. Net die kans van Fiend, nu die corner van Plugboer, de tweede Volendamse. Het lijkt erop dat Volendam het initiatief gaat overnemen. En kan het hier bekronen, dat betekent van Steve van Dorpel. 1-0. En het publiek wil dat weten, Steve van Dorpel ook. We wonnen een periode en zo kwam je er steeds meer in. Ja, totdat je natuurlijk zag, we staan nog steeds bovenaan. En uiteindelijk werden we ook kampioen. Ja, dat was natuurlijk prachtig ontladen. Van de Poppen. Kan meer kant op. Bijvoorbeeld naar Van Dorpel. Die Jong bij zich heeft hier. Nou, 2-0. Ja hoor. De Volendamse topscorer Wim Jong haalt verpletterend uit. Het is 2-0 na 26 minuten. En de heen en weer, die gaat varen vandaag hoor. En Van Zwieten gaat de bal halen. Dat betekent dat het gedaan is. Volendam terug in de Eredivisie. Voor de zevende keer is dat Volendammers geluk. Ook met bijna alleen maar Volendam spelers. Er waren geen jongens van buiten zoveel. Misschien 1-2. Dat was het dan ook. Ja, nu is het omgedraaid. Dat zie je niet alleen, dat zie je overal, maar ja, dat was toen ja, ook wel uniek. Je hebt het klaar, we gaan alleen heen en niet meer weer. De heen en weer bestaat eigenlijk niet. De Botter uit 1959 is een hele andere dan die uit 2022. Elke promotie, en dus ook elke heen en weer, is anders. Heeft een eigen verhaal. De heen en weer is vooral een fenomeen. Meer gevoel dan voorwerp. Een fenomeen dat pas als tastbare incarnatie verschijnt als Volendam terugkeert in de Eredivisie. Doe je nou de heen en weer? No. That's like a ship, but you can drive on it, so you're gonna have a big party on it on the 8th of May. Yeah, I didn't know, so I was part time happy. For me, it was a proud moment because how the season started for me, it was very difficult, changing city, changing everything with the injury, with the red card. And the promotion was like, I can breathe, like I was happy. I can still say it was the best moment of my life in a football game. When I came here and did the promotion with Volendam, as a player, as a number one keeper, it was something more special than Inter, I can say. I can remember every moment from when we came in Monica Dam. I was sitting here and here. I can remember still with Goristano. It was a big party. And ever
never think about it like I made history in a club. But this makes me feel happy and proud, because maybe in 20 years you can come back and read the names of the players, and yeah, there will be my name written there and our date when we promoted, and it will never be cancelled. History can never be cancelled, so it's nice. Came from this huge orange smoke, and then we came up here, and it was completely crazy and full of people. I was thinking all the day, what is going on? Also, when we came here, it was full of people. From that moment, I was like, wow. You feel really like a star in that moment, like everyone is here, you know, the whole city is here for us. I was really proud, not all about me, but of Volendam and my teammates. I really didn't expect this, because in Italy, if you win a league, you go around with the bus, you know, around the center and people clap. But I never experienced it on a boat. I didn't think it was like this. I didn't know it was a boat, but when I came off it, I can see it was a boat. It was strange, because you come off a boat, you go on a boat that is brought with a tractor. So it was a funny moment, a boat pushed by a tractor. I hope that is a special one, that so we stay. So we will do our best that this boat doesn't go back. Volgens mij vertrokken we gewoon vanaf het stadion. En van daaruit zo de klucht op, zo de hele dijk over. Ja, dat was wel. En overal waar je langs kwam, werden de kratten bier op de boot gezet. Dat staat je allemaal nog bij, weet je. Dat was ook een Volendams. Er stond een hoop kisten bier op die boot. Op dat moment, dat merkte ik wel, en dat had ik nu ook, weet je, dat je er echt van genoot. En dat heb je niet altijd gedaan in je carrière, weet je. Dat je vaak moest je ook weer snel door naar een volgende, bewust meemaken. Mooi. Ja, dit is gigantisch. Ik had dit echt niet verwacht. Dit is ongelooflijk. Al die mensen, geen woorden voor, hoor. Ja, we kunnen ook een zeikerig dorp zijn, hè. Dat heb je ook gezien. Ze kunnen enorm klagen hier, over alles en nog wat. Alles is kloot of slecht of noem maar op. Maar dan zijn ze trots. Dan ben je als voetballer ben je natuurlijk wel een. Heb je wel iets neergezet. En dan wil iedereen je ook feliciteren. Dat vinden ze ook allemaal gaaf. En dan zie je ook die saamhorigheid, weet je. Of je dan bij de slager, bij de bakker, bij de visboer komt. Ja. We hebben allemaal een stukje van die puzzel dan. Dat is dan toch een beetje van hunzelf. Toch een klein stukje van die medaille, die voelen ze. Nou, dat is toch mooi. Wie zoekt naar de oorsprong van de heen en weer, belandt in een doolhof. Want eigenlijk wordt de heen en weer telkens opnieuw geboren. Op een brandweerwagen, die te klein blijkt in 1952. In een vreselijk goed team van louter Volendamse voetballers. In het onnavolgbare brein van P. Muren. Op het pleintje achter de Begoniastraat. Of in Milaan, in het hart van een jongen die totaal nog niet weet dat hij een bijzondere band met Volendam gaat krijgen. Het begint bij geloof. Het begint bij oefening. En het begint bij plezier. Het plezier van het heen en weer zie je meteen. Net als het plezier van de heen en weer. Maar het onbehagen ligt altijd op de loer. Want al 10 keer promoveerde Volendam naar de Eredivisie. Dan ben je recordhouder. Het lukte Excelsior en de Graafschap 9 keer tot dusver. Wie zo vaak promoveert, weet ook wat het is om te degraderen. Die dreiging voel je altijd.
Vaak is het aftellen. Hopen dat je erin blijft. De heen en weer is een unieke Volendamse traditie. Waar heel het dorp trots op is. En toch, wie het diepste aangaat, ziet de heen en weer het liefst voor altijd voor anker liggen. Het is ook bijzonder. Maar je ziet ook, vorige keer heeft het natuurlijk 14 jaar of 13 of 14 jaar geduurd. Daarvoor misschien wel 7, 8 of 10 jaar. Ja, dan hunkeren mensen weer naar dat gevoel. En dat is heen en weer. Dat is dan iets, een stukje magie misschien wel. Ja, noem het wat het is. Het blijft iets bijzonders, hè? Maar op een gegeven moment, heen en weer is prachtig. Maar nu moet je gewoon heen en meer willen. Want dat weer is nou wel mooi geweest. Juist! Hop, 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 hop! Ja!